gaan eens kijken naar de opstelling van José Juanchamp. Of van Enzo Schifo, zo u wil. Daar maar één wijziging in vergelijking met 2-3 nederlaag tegen Waasland Beveren. Geen Lemoine. En hier zit misschien wat in voor Moes Kroen met Mini. Neve hangt eraan. En we blijven voetballen, zegt Vermeijden. Meteen de countermogelijkheid voor Lommel met Saito. Saito gaat moeten trappen. Doet dat en de redding van Mondanta. Een Gay die opruimt. Fout maken om de fout te maken. En dan gaan we nog eens kijken naar de actie van Saito. Geen slecht schot. Goed gespeeld dit van Lommel en heel veel ruimte voor Arzani. Arzani kan op doel afgaan. Komt naar binnen en trappen met rechts. Geen slecht schot en net naast de paal gekruld van Parfait Mandanda. Simpel uitgespeeld. Een grote driehoek en dan de snelheid van Arzani. Even GE omspelen en dan de verste hoek zoeken. Dat is zeker niet slecht gedaan. Dat is zelfs goed gedaan van... Saito. En dan Taravel, dat was nodig. Mandanda mag pakken, want het was zeker niet bewust, die bal van Taravel. Wilde gewoon. Goed gespeeld opnieuw van Lommel. Telkens over die linkerkant. Arzani neemt zijn tijd en gaat dan uithalen. Fantastische trap van Arzani. En een dito-redding van Parfait Mandanda. Nou, het zelfvertrouwen spat van hem op. Op zijn gemakje. En dan deze pegel. Gay op Rossa. En nu zijn er wel wat mogelijkheden voor Lommel met Verschuren. Die geeft hem mee aan Saito net te ver. En dan de overtreding van Gay. En gaat de bal op de stip. Ja, liep Saito aan. En dus had Vermeer geen enkel. Want het is wel degelijk Gay die Saito aanloopt. Het is te zeggen aanloopt, ja. Hier. Hier lijkt me weinig aan de hand te zijn. En Vermeire wil van geen discussie weten. Krijgt er nog wat verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. Ook de gele kaart. Saito staat gewoon klaar om zijn tweede te maken van het seizoen. En vooral Lommel op voorsprong te schieten. Saito of Mandanda. Hier komt Saito en hij schiet hem binnen. 0-1 voor Lommel. Op basis van het spel en de kansen is dat verdiend. Maar of het op deze manier moest, dat is nog een andere zaak. En een nadenkende José Juanchamp. Het is wel goed binnengelegd, die penalty. In het hoekje. Ja, bij Moes Kroen zijn ze nu even heel erg boos. En Robin Henkens krijgt dan maar geel. Voor die overtredingen op Le Poix moet dat dan zijn geweest. Schroen blijft verder voetballen. De bal komt daar bijna bij Diandi. Die ligt achteruit. Daar komt de knal over de goal. Knal van Mini. In zijn nek, tegen zijn hoofd, zo je wil. Broeman. Dan Diandi. En uiteindelijk Olivier Mini. Of dat deze transferperiode is, dat valt nog te bezien. Het zal misschien eerder voor de winter zijn. Dit is een goede stiel. Een rush van Broeman. Rossa wees naar de bal, maar speelde die niet en krijgt dus geel. Maar nu kan die dan toch komen en zoals u ziet meteen Van der Smissen. Hij heeft een goede traptechniek en die bal wordt daar verlengd. Mandanda kan hem nog uit zijn doel ransen en ik denk dat het alweer de Le Poix was. Tweede keer. Hier is Mini. Misschien toch nog een aanval vanwege Moes Kroen. Mini in de 16 kan hem achteruit leggen. De trap van Broeman, maar in de armen van Pierre Marin. De eerste keer dat hij echt een redding moet verrichten. De bal was op hem. Goeie actie van Mini. En dan op het juiste moment afgelegd voor Broeman. Bourdoux. Destig balletje. Met heel veel gevoel getrapt, Taravel. Simba. Opnieuw Taravel, die plaatst hem. En de redding van Pierre Marin. Hoofdcoach van een eerste elftal, Toucourt. En daar is hij heel tevreden mee. Het is afgelopen, het is gedaan.
Purmerend heeft er een einde aan gemaakt. En Lommel wint met 0-1 van Moeskroen.